Oké, welkom terug. Nou, daar zijn we weer nog steeds in Noorwegen. We hebben zojuist een verplaatsing gedaan, oftewel een road move, zoals wij dat noemen, van pak meer 80 kilometer. We zijn veel meer naar het noorden gegaan. We zitten heel dicht bij de grens van Zweden. En hier gaan we straks verder de actie in. Dat betekent dat we hier 6 dagen gaan zitten. We zullen in die 6 dagen zullen gaan verplaatsen van locatie naar locatie. En de laatste 2 à 3 dagen dan gaan we een tactisch scenario in. Dus dan gaan we daadwerkelijk gaan vechten. Wel natuurlijk met oefenmunitie. Maar voor nu overnachten we hier. Zoals je achter me ziet hebben we een mooie tent erop opgezet. Nou, ik laat jullie even zien hoe dat er allemaal uitziet. Nou, de jongens zijn nog druk bezig met inrichten. Dus liggen hier en daar wat tassen en wat slaapzakken. Nou, ik neem jullie even mee de tent in. Dan heb je een idee waar we slapen. En we slapen hier met een man of 10. Dus dat wordt heel gezellig. Maar dat gaan we meemaken. Dankjewel, Appie. Zo. Nou, daar zijn we dan. In onze mooie tent. Nou, kacheltje erbij. Dus dat scheelt weer. Koud gaan we het zeker niet krijgen. Nou, we zijn al eens even te kijken met hoeveel man die precies in kunnen. 10 gaan we proberen, ja. Wat erg krap. Ja, dat zijn we wel gewend wat dat betreft. Dus dat gaan we meemaken hier. Maar ik ben in ieder geval blij mee. Ik wil lekker warm slapen vannacht. Nou, je hoort op de achtergrond dat mensen wel je hakken. We hebben al een mooi voorraadje hout hebben gemaakt voor de kachel. Dat betekent dus dat in de nacht worden steeds mensen die worden wakker. Die gaan een wacht draaien om het uur ongeveer, zodat ze de kachel aan kunnen houden en zorgen dat de veiligheid gegarandeerd blijft. En zo komen we eigenlijk de nacht door. Oké, nou ik wil ook even voorstellen aan mijn collega's. Ik heb al gezegd dat ik bij anti-tank zit. Nou, anti-tank heeft 2 pelotons. Nou, hier zijn de maten van 1 uit 8. Kijk, dat is Erik. Hey! DJ. Nou, ook hun hebben gewoon hartstikke mooie tenten hier opgezet. Kijk, daar hebben we Ron. Ron heeft eigenlijk dezelfde functie als wat ik heb. Hoe vind je het, Ron? Heb je naar je zin? Ik heb het enorm naar mijn zin, Pim. Zo, nou, we liggen in de tent. Kacheltje brandt. Het past. De jongens zijn al lekker aan het eten. Nou, een beetje een idee geven. Even zo. Hoe dicht we op elkaar liggen. Pim Knol. Hey. Wanneer zien we deze vlog online? Dat weet ik niet. Die wordt gemonteerd. Dan gaan we meemaken. Dus, Lijkt me leuk. Daarom. Hey, tot ziens.